Daar zitten we dan, op onze prachtige troon. En jongens... Kroon, dat rijmt op troon. Ik wilde iets rijmen, maar het lukte me niet. Welkom bij de video. Jongens, vandaag beginnen met het feit dat ik hele koude voeten heb. Dus we gaan mijn nieuwe pizza sokken gaan we even aandoen. Weet je wat het is? Je wil liever warme voeten dan... Wacht, nog een keer. Je wil liever sokken om... Nog een keer. Je wil liever een voet in je sok dan een sok in je voet. En die moet je onthouden. Die andere doen we ook aan. Ik heb helemaal nog geen sokken aan. Het is koud. Dat is niet goed voor je. Straks worden jullie verkouden. En dan kan je niet meer Minecraft of zo. Ik weet het niet. Maar goed, welkom. We zitten hier lekker op mijn troon. Ik dacht, weet je, we gaan een keer op een leuke plek beginnen. En ik zit hier eigenlijk nooit zo vaak. Zo, dus we staan ook op. En dan gaan we er ook niet meer zitten. Want waarom zou je daar gaan zitten, weet je? Doen we gelijk mijn armor weer aan. Die had ik eigenlijk gewoon voor het mooie shot. Dat ik dat even allemaal afgedaan. Maar laten we lekker beginnen met de video van vandaag. Jongens, ik heb een leuke planning. Ik wil namelijk even precies doen wat ik eigenlijk dat ik zei dat ik vorige aflevering ging doen, namelijk een lijstje maken met dingen die afgemaakt moeten worden voordat de stad dichtgaat, voordat we stoppen met de server en doorgaan naar het volgende seizoen. Want ja, inderdaad, zoals ik ook vorige aflevering al zei, komt het Veen seizoen 2, dit is deze prachtige map hier, die zal januari stoppen op het moment dat de Minecraft 1.20 update uit zal komen. En dan gaan we door naar een nieuw seizoen, gaan we opnieuw beginnen met een nieuwe survival. Maar voor die tijd wil ik de hele stad af hebben, dus we moeten een lijstje maken. Dus laten we even wat blokjes bij elkaar rapen en dan een prachtig lijstje maken die we jullie ook mee kunnen kijken. En dan kunnen we allemaal dingetjes aan toevoegen en dan kunnen we dat afsprepen en weet ik wat allemaal. Gewoon afvinken met kleurtjes. Gaan we heel leuk doen. Daarvoor hebben we wel even wat spulletjes nodig. Zo, we hebben wat spulletjes gepakt. Gaan we snel naar... Ik heb namelijk ook wel een leuk plekje waar ik dit wil doen. Naar mijn kleine, mini... Ja, hoe noem je dit hofje hier? Zo. Want ik wil even kijken. Waar gaan we... Ik wil hem hier doen. Maar hier staan al mooie bomen en zo. Dat is misschien niet zo handig. Je doet hem gewoon even hier. We maken hier gewoon heel even een muurtje zo. 1, 2, 3, 4, 5. En dan moet hij wel symmetrisch zijn. Dus dan moet het hier ook 1, 2, 3, 4, 5 zijn. Gaan we die lekker even carven. Met fence aan de zijkant zo. En dan daarop een prachtige trapdoor net trouwens. Ja, zo inderdaad. Dan hier ook. Het moet wel een heel klein beetje detail hebben, hè, jongens. Dan wordt het helaas een heel simpel houten muurtje. Want anders kunnen we er natuurlijk geen signs op plaatsen, weet je. Maar ik weet niet of ik dat dan... Nee, maar dat wil ik niet van hout hebben. Dat wil ik van ander... Jee, maar moeten we weer vliegen om blokken te halen. Doen we hier met calcite. Dat vind ik een mooi blok. Is lekker wit, dan zie je de signs heel goed. Zo, gaan we helemaal opvullen. Maar trouwens, ik ga op een ander plekje doen, jongens. Ik ga het toch heel moeilijk doen. Dan moet hij weg. Ik vind het niet een leuk plekje. Laten we het hier doen. Dit is een prachtig plekje bij de oude markt hier. Hebben we gewoon nog een hele lege muur waar we van alles kunnen doen. Nou, als dit niet een mooi plekje is, jongens, dan weet ik het ook niet meer. Hier stond namelijk het huis van Makkers, maar die heb ik weggehaald, jongens. Die heb ik gesloopt. Ik bedoel, het was gewoon een vierkant hoofd. Die moest weg. Kunnen we hem namelijk ook eventjes... Dat is de reden waarom ik hem uiteindelijk toch niet daar wilde hebben net. Omdat ik hem 3D wilde hebben. Ik wilde hem gewoon wat dikker hebben dan een plat iets. En dat... Ja, ik vond dat gewoon niet mooi. En dat kon daar gewoon niet. Dus vandaar dat we hem hier doen. Hier heb ik gewoon iets meer opties. Kijk, hier kunnen we hem ook gewoon dichtbouwen zoals dit. Hoppakee. Kijk, en nu is het gewoon echt een mooi lijstje. Plaatsen we heel even vast overal signs. Dan hangen ze er vast, weet je. Hoef ik ze alleen nog maar te vervangen met ideeën. Hoppakee. Nou, zoveel ideeën gaan het ook wel weer niet zijn. Dus we kunnen net zo goed heel eventjes de hoekjes vervangen. Voor een mooi... Nee. Voor mooi dit zo, hoppakee. Dan aan de buitenkant trapdoors. Bovenop ook allemaal trapdoors. En dan in de hoekjes misschien trapdoors. Is dat mooi? Nou, dat vind ik wel prima. Oké, nou dan hebben we nu ons lijstje muurtje. Alleen nog wat belichting erbij. Dat kunnen we heel simpel op deze manier doen. Kijk, gaan die toch stiekem weg, die? Zo, zo. De trapdoors kunnen dan uitsteken. Oh, wat doe ik nou? Zo, en dan hier ook. Zo, mooie dingetje eraan. Mooie dingetje eraan. En dan lanterns die ik op mijn kop heb, moeten helaas opgeofferd worden, want die moeten hier aan hangen. En nu is hij af, jongens. Zo. Nou, wat we dan gaan doen, is even door de stad vliegen met mijn boek en quill. En even beslissen wat er allemaal nog afgemaakt moet worden. Ik bedoel, dit is hier allemaal wel af, vind ik. Dit ziet er goed uit. Maar wat ik van mezelf al weet, jongens, is dat de straten in het oude gebied zijn niet overal opgefleurd, weet je. Kijk, dingen zoals hier. Dit pleintje is nog helemaal kaal, weet je. Dit is gewoon helemaal leeg. Dus sowieso straten in oude gebied opvullen met details. Kijk, en dat geldt dus voor het hele... Oh, even kijken. Geldt dus voor het hele gebied. Hier zijn al allemaal lege straten zo die gezellig moeten worden opgevuld. En ja, dat is eigenlijk al helemaal globaal het oude gebied. Voor de rest hoeft er niks meer daaraan te gebeuren. Dan iets heel leuks, jongens. Dat is even hier net buiten de stad. Wat ik ook heel graag al heel lang wil doen. Heb ik nog nooit gezegd, maar dat gaan we binnenkort doen. Op de muren nog een laagje, een houten overkapping bouwen. En dan op de torens nog allemaal puntjes bouwen. Hoe leuk zou dat zijn? Oftewel,
stadsmuren een upgrade geven. Hoppakee. Zo, dus er komen er overal overkappingen op. Dus gewoon mooie houten daken en zo. Dus zien de muren er net wat fancier uit. Oké, dan is dat het oude gebied wel. Voor mijn kasteel, jongens. Als we helemaal hierboven even naar binnen vliegen. Hier. Kijk, deze ruimte hier is eigenlijk nog niet... Dit is al af natuurlijk. Kom maar dit bijvoorbeeld. Zie je, deze logeerkamer is nog helemaal leeg. Oftewel, is letterlijk de laatste ruimte in mijn kasteel. Bovenste verdieping kasteel afbouwen. Dan, zo. Kijk, deze verdieping hier ook. Dit is ook de bovenste verdieping. Is ook nog niet af. Ziet er heel ongezellig uit eigenlijk. Voor de rest is mijn kasteel helemaal af. Hè? Overal interieur, overal ingericht. Hartstikke leuk verder. Maar alleen letterlijk deze twee kamertjes hier moeten nog. Dan, de hoofdstraat hier. Die is nooit helemaal af. Ik heb hem nooit afgevonden. Ik heb dit altijd wel leuk gevonden. Maar qua details mist hij hier zoveel. Ik bedoel, er kunnen hier nog bankjes. Er kunnen nog kraampjes, marktjes. Er moeten hier op deze twee hoekjes nog twee standbeeldjes komen, jongens. Moet je zien, hier. Perfect standbeeldje. En daar staat zelfs een bordje. Zelfde standbeeld. Hier moet ook een standbeeld komen. Oftewel, standbeelden hoofdstraat. En op de volgende pagina details hoofdstraat. Hoppakee. We gaan nu in het boekje schrijven. En zo meteen op het bord gaan we het met signs en zo mooi schrijven. Dit valt ook allemaal onder details hoofdstraat. Dit gedeelte hier, dit trappetje en zo. Even kijken dan naar dit gebied hier. De bank moet een keertje helemaal af. Want de bank is natuurlijk al af. Alleen, ja, je hebt alleen de onderste verdieping is af. Maar ik bedoel, als we hier naar boven kijken of hierheen lopen... En dan hierheen gaan. Het trappetje omhoog nemen. Kom je op een gegeven moment hier uit. En dit is gewoon nog niet af. Hier moeten nog kantoortjes komen en zo. Dus bank interieur. Bank. Ik weet niet hoe je interieur schrijft. Binnenkant af. Voor de rest, elk huis heeft wel een interieur inmiddels. De straten hier zijn al hartstikke gezellig. Het water is al leuk. Even naar het industrieterrein gaan. Ha, kijk. Gebied boven de ijzerfabriek afbouwen. Of überhaupt aan beginnen. Het water daar. Details in Waterdam. Hoppakee, er moeten allemaal details in het water gebouwd worden. Dit vind ik zeg maar hetzelfde als gebied boven de ijzerfabriek. Dat die muur daar allemaal nog netjes moet. Oeh, kijk jongens. Zeg, volgens mijn vorige aflevering heb ik het daar ook al over gehad. De kerk heeft nooit een interieur gekregen. Let op. 1, 2, boem. Alleen just in zijn hoofd staat er. Maar dit heeft, ja, het heeft wel een klein interieur. Maar bij lange na nog niet wat ik ooit ervan wilde. Dus dit gaan we ook nog even fixen. Kerk... Binnenkant. Hoppakee. Oeh, en komt-ie? Kerktunnel. Die moet ook afgebouwd worden, jongens. Dat is deze. Die, let op, hier. Als je dit pad volgt zo naar beneden, dan kom je hier bij de tunnel uit onder de kerk. En die is gewoon legit nog nooit afgebouwd. Dus vandaar. Zijn er nog meer dingen die afgebouwd moeten worden? Als het alleen om de stad gaat. Hè? Ja, dit valt onder details, straten, oude gebied. Komt wel goed. Oh ja, hier achter de arena, jongens. Het gebied achter de arena is nooit afgemaakt. Kijk, als je hierheen loopt, dit is gewoon een leeg, saai grasveld. Dit moet ook een keertje mooi. Dus... Arena achterkant. Hoppakee. Het pad. Nu gaan we even buiten het kasteel denken. Het pad naar de jungle is helemaal nooit afgemaakt, jongens. Die is altijd best een simpel klein pad. Maar die wil ik... Nou, trouwens, die is eigenlijk wel af, hè. Jawel, die is wel gewoon af. Skip die. Nou, laten we nou even naar het boerengebied gaan. Daar moet ook nog veel gebeuren. Ja. Ga ik dat opdelen of ga ik gewoon boerengebied opschrijven? Nou, de poort. De poort moet sowieso... Kijk, dit dan. Er moet een keertje meer details in de poort. Poort renoveren. En dan komt die. Plein. Net buiten de poort. Hoppakee, dat moet ook af. En dan voor de rest gewoon boerengebied moet af, jongens. Ik bedoel, dit moet gewoon letterlijk hier... deze hele kant moet afgemaakt worden. Deze kant is zo goed als af, maar de andere kant moet ook nog wat aan gedaan worden, weet je? Oh, en hier het graanveld. Dat ga ik wel even specifiek opschrijven. Groot graanveld op. Oké, dan als het goed is heb ik alles wat ik af wil hebben aan de stad. Want jullie hadden ook allemaal reacties achtergelaten. Is dan af? Dan is denk ik de hele stad letterlijk zo goed als klaar. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel eventjes duren, jongens. Dat is best wel een groot lijstje als je erover nadenkt. Maar nog even één goed rondje vliegen. Ja, volgens mij is dan wel het... Oeh, wacht. Nee, kijk. Goed dat ik eraan denk. Het huis achter het huis van Fred, jongens, die is nog niet af. En Fred is ook nog niet hier gaan wonen, dus de muur hier is ook nog leeg. Maar komt-ie? Huis achter Fred bouwen. Zo, oké. Laten we dit dan even allemaal op de sign zetten. Bij mijn lijstje die ik zojuist... Of mijn lijstje op het bord zetten. Het grote bord. En dan noemen we dat het werkbord. En dan moeten we dat helemaal afkrijgen voordat Minecraft 1.20 uitkomt en we stoppen met de server. Nou, laten we alles wat ik dit even net heb opgeschreven op het bord zetten. Tot zo. Oké, jongens, het is gedaan. Ik heb gelijk even geslapen dat het dag wordt. En ik heb nog 6 plekjes over voor taken. Dus stel, we vinden nog wat of jullie hebben nog wat, kunnen jullie het altijd laten weten. Maar laten we het nog even 1 keer opnoemen op een rijtje nu. Plein net buiten. Oh, wacht trouwens. Nee, ik ga het eerst nog even allemaal... Nog 1 klein dingetje. Wat ik namelijk wil doen, jongens, is elke taak die ik nog niet heb gedaan sowieso even oplichten.
Hoppakee. Dan, vervolgens wil ik ze allemaal rood maken. Want als ik hem dan wel heb gedaan, kan ik hem groen maken. Kan ik hem afvinken, jongens. Hoe leuk is dat? Moet ik eigenlijk even een kistje hier plaatsen? Even een barrel doen we in dit geval. Doen we hier. Met daarin sowieso dit boekje. Green dye. Of red dye bedoel ik. Glow inked sex. En dan moet ik eigenlijk nog even green dye hebben. Maar dat heb ik nu niet bij me. Maar laten we hem even opnoemen. Plein net buiten de poort moet af. Boerengebied moet afgebouwd worden. Groot graanveld moeten we even opvullen. Huis achter Fred moeten we bouwen. Straat in het oude gebied moeten we even gezellig decoreren. Stadsmuren moeten een upgrade krijgen. Bovenste verdieping van mijn kasteel moet ingericht worden. Standbeelden op de hoofdstraat moeten nog gemaakt worden. Straten decoreren in de hoofdstraat ook. Tweede verdieping van de bank moet worden ingericht. Platform boven de ijsfabriek moet af worden gebouwd. Details in het water van de dam moeten gecreëerd worden. Kerk moet ingericht worden. Kerk, de tunnel onder de kerk moet af worden gebouwd. Arena achterkant moet afgebouwd worden. Oftewel details achter de arena. En de oude startsport moet gerenoveerd worden. That's it. Zover ik weet, moet niet gebeurd worden. Ja, misschien dit gedeelte hier nog eventjes, maar dat kunnen we altijd nog even doen. Ja, ik denk dat dat er gewoon alles is, jongens. Ik denk dat we vandaag ook gewoon gaan beginnen met deze lijst. Gelijk met iets leuks hier bouwen, weet je. Of gewoon als in iets leuks hier bouwen. Wat zeg je? Ja, sowieso dit hier even ook leuk bouwen. Dat dit gewoon een beetje goed eruit ziet, weet je. Misschien hier een kraampje of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval dat we gaan beginnen aan deze lijst vandaag. Dat is wel leuk, goeie. Maar met welke gaan we beginnen? Laten we beginnen met het grote graanveld opvullen net buiten de stad, jongens. Dat is namelijk hier, dat graanveld daar moet effing opgevuld worden. Dat is gewoon heel simpel, klein taken. Die kunnen we sowieso uitvoeren en dan al heel snel afvinken. En dan voelt het alsof we al heel veel progressie achter de rug hebben. Nou, dat is mooi. Maar voordat we dit helemaal kunnen gaan vullen, jongens, hebben we wel seeds nodig. En in 2 of 3 afleveringen geleden dat ik dit gebouwd heb en gevuld heb, ben ik erachter gekomen dat wij die seeds niet meer hebben. Oftewel, laten we even daar vliegen naar de oude basis van Maurits en Mark. Dat is echt, daar hebben we het echt over legit 60 afleveringen geleden, als het niet al 100 afleveringen geleden is. Die hebben namelijk waarschijnlijk nog wel iets. Ik hoop het in ieder geval. Ik gok het. En ik denk het eigenlijk wel zeker. Of ik weet het eigenlijk wel zeker. Dat zij ergens hier ook hele mooie zaadjes. Kijk, dit zijn zaadjes en ze hebben er genoeg. Jongens, laten ze gewoon allemaal stelen. Dankjewel. Dankjewel voor je offer, Maurits. Het is enorm gewaardeerd. Zo, dan kunnen we het helemaal bijvullen zoals dit. En dan kunnen we die eerste taak gewoon afstrepen, jongens. Hoe leuk is dat. Het is echt nog wel een saaie taakje dan dat ik me herinnerde dat het was, jongens. Ik heb het natuurlijk al voor de helft gedaan. En ik dacht, nou weet je, laten we deze even doen. Is wel leuk, is zo gedaan. Nee, is niet leuk. Nee, is niet zo gedaan. Het is echt enorm saai. We hebben niet meer heel veel seeds over. Dus ik twijfel of we het überhaupt gaan halen met het aantal seeds dat we hebben. Maar er is een kleine kans dat het genoeg gaat zijn. Maar die kans acht ik dan ook wel echt klein. Weet je, gewoon niet een beetje klein, maar echt wel best wel heel klein. Zo, dat is alleen dit veldje namelijk nog. Dus laten we kijken. Nee, dat ga ik sowieso niet redden. Dat weet ik eigenlijk nu wel zeker. Nou, op zich, jongens. Ik bedoel, nee, dat red ik niet, hè? Nee, dat red ik niet. Nee, dat redden we niet. Oeh, het scheelde niet veel. Dus laten we nog een paar seeds halen. Ik weet dat Maurits' basis echt nog een stack lag of zo. Dus die kunnen we mooi ophalen en dan is het gedaan. Oeh, misschien heeft Maurits ook wel gewoon lime dye of groene dye of iets van dye wat wij kunnen gebruiken als afvinkkleurtje. Kom op, omhoog zo. Misschien heeft hij dat wel. Nou, in ieder geval, wat ik wil hebben voor jou is deze. Maar heb jij ook iets van groene dye? Misschien heeft hij wel cactus. Dan kan ik gewoon zelf groene dye maken. Hij heeft cactus. En als ik nou gewoon niet alles stil, gewoon netjes 2 achterlaat, weet je? En dan denk je, Max, waarom stil je het van hem? Maurits is al zo'n half jaar niet meer online geweest. Dus ik denk dat hij of dood is, of gewoon niet meer weet dat Minecraft een ding is. Dus, hè, weet je? Laat maar. Oh, hij heeft ook groene dye. Oh, joh. Maurits, hè. Dan heb ik die hele cactussen van je niet eens nodig. Hoppa. Hier, dan maken we er even een mooie lime dye van. Hebben we ook nog eens veel meer? Of niet? Ja, we hebben meer inderdaad. Deze aflevering bestaat gewoon uit die aan het stelen is van mijn buurman. Ik ben gewoon letterlijk van mijn buurman shit aan het stelen. Oh, dit ziet er goed uit, jongens, dat het veldje bijna helemaal op is gevuld. Want ik hoef letterlijk, weet je hoeveel ik tekort kwam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We kwamen 11 tekort. Zo, hij is helemaal opgevuld. Dan gaan we gelijk terug naar het muurtje hier. Pakken we de lime dye, pakken we erbij. Oh, 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 dit zag ik. Die heeft een enderman gestaan. Heel vervelend, die gaan we gelijk hakken. Gaan we naar het prachtige, oh, die is hier, het prachtige muurtje. Zo. En dat kunnen we doen. Daar komt die jongens. Groot graanveld opvullen. Boop. Groen. Oh, dit is zo satisfying, jongens. Uiteindelijk moeten ze allemaal groen zijn zoals dit. Hier, dan kunnen we deze ook gewoon hier doen. Hoppa. Ja, dit gaan we doen, jongens. Uiteindelijk moet het allemaal groen worden afgevinkt. Nou, laten we kijken welke taak wij nog meer vandaag uit kunnen voeren in deze video. Stambeelden hoofdstraat. Ik denk dat we die wel even kunnen doen. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik eigenlijk nog een dye hebben. Namelijk oranje. Want oranje kunnen we gebruiken als dye om te laten merken, daar zijn we mee bezig. Weet je, stel we redden het niet in 1 aflevering. Dan kan ik gewoon naar de muur te lopen en zien, oh, die is oranje, daar waren we voor
het laatst mee bezig. Laten we die afmaken. En gelukkig heb ik het niet. Man, dat mee. Ik had trouwens hier gewoon nog 58 lime dye. Sorry Maurits, ik heb letterlijk voor niks gestolen. Je mag het pakken als je ooit nog online komt. Ik heb gewoon geen oranje dye. Gewoon niet. Hoe maak je dat? Hoe maak je oranje dye? Oranje bloemetjes? Nee. Rood met oranje dye. Dat is rood met geel. Natuurlijk rood met geel. Ben ik een ei of zo? Joh, ik kan toch gewoon een beetje simpel nadenken. Maar ik heb het van beide niet. Dat is nou weer net jammer. Heb ik ook geen gele bloemetjes toevallig? Oh, ik heb hier gele dye. Oké, dat is wel een hele random plek. We hebben geen gele bloemetjes. Dat maakt niet uit. Die kan ik zo pakken. Die kan ik waarschijnlijk echt overal vinden. Trouwens, ik denk dat 9 wel genoeg is. Want als je combineert, wordt het altijd meer. Wat we dan doen is wederom even... Oh nee, trouwens. Hier. Oeh, we blijven doorvliegen. Bij die muur heb ik gewoon rode dye liggen. Die kunnen we dan gebruiken om te combineren. Die heb ik een 9 nodig. Dat is meer dan 9. Want hiervan krijgen wij, komt die, 18 oranje dye. Dat is denk ik wel even genoeg. Nou, dat doen we zo. We gaan nu bezig met standbeelden hoofdstraat. Daar zijn we nu mee bezig. Doen we die ook hier erbij zo. Hoppakee. Nou, dat is duidelijk toch, jongens? Standbeelden hoofdstraat. En dat zijn... Wat doe ik? Oh, die zaadjes die wilde ik wegleggen. Ik ging heel spastisch heen en weer vliegen. Ik weet niet waarom. Nou, laten we heel even vliegen naar de plek waar ik de standbeelden wil hebben. Hier namelijk, jongens. En ik zag laatst online op Instagram, was dat volgens mij, zag ik een leuk filmpje van een guy die 2 hele kleine standbeeldjes had gemaakt. Of nee, 1. En ik ga er 2 van maken. En die wil ik eigenlijk nabouwen, want een standbeeld zelf bouwen ben ik eerlijk gezegd niet zo goed in. Dus dan doen we het maar van het internet, maar dat is geen probleem toch? Zien dat ik hem kan vinden, wacht. Ja, ik heb hem. Kijk jongens, let op. Komt ie? Boom, deze. Kan ik hem pauzeren? Ja, maar dan moet je je... Kan ik hem pauzeren? Kijk hoe cool deze is, jongens. Oh, nee, dit moet er even op inzoomen. Maar kijk hoe cool dit is. Dit is een guy die heeft een zwaardje zo staan. Een ender egg in zijn handen. Of ender dragon egg. En dan een drakenhoofdje eronder. Nou, een drakenhoofdje is misschien wel heel duur. Dus misschien kunnen we iets anders dan draken doen. Maar dit ziet er toch cool uit, dit. Deze wil ik hebben. Ik wil 2 van deze hebben. Dus laten we die dan aan allebei de kanten maken. Dan ga ik mijn mobiel ergens neerzetten, zo. Laten we de blokken pakken die we nodig hebben. Oké, als het goed is heb ik alle blokken. Het zijn helemaal niet zoveel. Hij is ook helemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar het is wel gewoon leuk om hem te maken, weet je. Dan hebben we in ieder geval 2 kleine standbeeldjes die ik altijd al daar wilde hebben. Maar gewoon letterlijk nooit de tijd voor nam of zo. Waar gaan we? Willen we hem op een verhoging hebben of willen we hem niet op een verhoging hebben? Ik denk het niet, maar het feit dat hier nu gras ligt... hier ligt nog sneeuw. Het feit dat hier nu gras staat vind ik helemaal niet zo heel leuk. Dus laten we sowieso een ander vloertje erin doen. Alleen moeten we nog even beslissen wat. Kijk, hier is... Jezus, wat is dit allemaal? Wat gaan we hier doen voor vloertje? Ik denk gewoon steen, eerlijk gezegd. Of we kunnen ook water doen. Misschien dat hij in het water staat. Dat is ook wel fancy. Zullen we dat gewoon doen? Dan heb ik even 2 of 3 waterbuckets hier. Nou, 2 is... Ja, 2 is wel prima. Zo, dan gaan we even wat water erin vullen. Komt-ie. 1, 2. Hoppakee. Vliegen we weer verder. Oh, maar dan ben ik echt nog steeds dom. Want er moet ook nog steeds hier dan een mooi vloertje onder. Heb ik blokken bij me die daar mooi voor zijn? Ah, vast wel, toch? Even kijken. Ja, stone brick kan... Dat ziet er op zich wel netjes uit, toch? Als ik dit gewoon helemaal netjes opvul met stone brick. Ja, stone brick is prima. Er komt toch water overheen, dus dan zie je het verschil daarna toch niet meer. Stone brick is helemaal prima. Ideaal zou het met een ander blok zijn, maar hè, we leven niet in een ideale wereld, jongens. Dus knoop dat maar in je oren. En badabim, badaboom, helemaal opgevuld. Dan nu doen we dit helemaal vullen met... Dat is niet water. Met water. En dat is als het goed is zo gedaan, zoals dit. Hoppakee. Juist. Dan nu. Gaan we beginnen aan het standbeeldje? Of gaan we... Nee, we gaan eerst hier ook het water even fixen. Dat is wel netjes, denk ik, hè? Hoe breed is dit? 1, 2, 3, 4, 5 breed. Dus dat betekent vanaf het muurtje... 1, 2, 3, 4... Oh, dat is een probleempje. Dit klopt niet. Maakt niet uit. Noem het al gewoon zo. We zien het al. We improviseren een beetje. Zolang het randje maar tot hier gevuld is met water. Zo, dit. Zolang dit maar gevuld is met water, is hij enigszins nog symmetrisch. En boom. Zo, dan moet ik nu weer even wat water hebben. Maar dat kunnen we gelukkig aan de overkant hier pakken. Ein. Oh, nee. Waarom gooi ik hem nou? Oh, omdat mijn inventory vol zit. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat kan gebeuren. Vullen we dit even helemaal op. Zo, ook gedaan. Ziet er ook netjes uit. En dan nu het standbeeldje daadwerkelijk. Of alle 2 gelijk. Misschien wel zo handig. Zoeken we het plaatje weer even op de mobiel. Wat onhandig eigenlijk. Oké, dit is het midden. Oké, daar gaan we, jongens. Hier komt hij op te staan. Dit is lekker het kleine platformpje waar hij op komt. Dus mijn inventory zit zo vol met troep, jongen. Dat is heel vervelend. Ik kan gewoon niet normaal bouwen. Weg. Weg. Oh, heb ik niet alles gewoon nodig? Gras, weg. De rest heb ik op zich nog wel nodig. Nou, daar gaan we, hoor. Voetje omhoog. Voetje naar beneden. Zoals dit. Kijk, en hij heeft schoentjes aan. Dit zijn zeg maar zijn schoentjes. Dit zo, weet je. Zo. Kijk, dan staat hij in ieder geval met 1 voetje omhoog. En heeft hij wat onder zijn voet zitten. Maar wat heeft hij in dit geval onder zijn voet zitten? Weet ik niet. Ja, dat zien we zo wel. Dit blokje hier. Dit blokje daar. Dit blokje hier. Dit blokje daar. Armpje, armpje. 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 Oh, dan moeten we even een ster maken. Die heb ik nodig. Deze. Hoppakee. Want dit is namelijk... Wat gebeurt er allemaal? Dit is namelijk zijn... Komt-ie? Handje? Oh, dat is de verkeerde.
dit is Saantje, zo. Maar dat heb ik niet goed gedaan, wacht. Zo, en dan hier Saantje, zo. Kijk, hier heeft hij namelijk wat op staan. Hier heeft hij die ender egg op, weet je. Dat kunnen we ook doen nog steeds. Maar wat ik hier heb gedaan klopt trouwens niet helemaal, of wel? Oh, dit klopt helemaal niet. Kijk, het moet nog eentje verder. Zo moet het, juist. En dan hier zijn hoofdje op, zoals dit. Kijk, hoe ziet dit eruit? Zonder alle aspecten nog. Oeh, ja, kijk, dit is wel een standbeeldje, jongens. Het begint wel op een heel klein, subtiel standbeeldje te lijken. Dan nu het wapen. Die was helemaal niet zo heel moeilijk, zo te zien. Het enige wat je hoeft te doen is... Hij steekt volgens mij trouwens wel eentje verder uit, maar dat weet ik niet zeker. Oh, nee, hij steekt niet eentje verder uit. Kijk, zo, zo, zo. Deze gaat helemaal tot de bodem. Dan heb je hier het uiteinde. Oh, dit is dat... Nee, is het wel goed zo. Zo. En dan... Oh, dit komt alleen net niet uit met het huisje daar. Maar dat maakt niet uit. Dan is het gewoon... Weet ik niet. Dan hoort het bij het huisje. Zo. En daarop dit. Dan heeft hij namelijk een zwaard in zijn handen. Klopt dit? Ja, nu heeft hij een zwaard inderdaad in zijn handen. Als je afvraagt, Max, waarom heb je hem niet eentje naar rechts gebouwd? Nou, nu staat hij echt... Hij staat nu echt in het midden, weet je. Er zijn drie blokjes aan deze kant. En er zijn drie blokjes aan deze kant. Heb ik een ender egg of zo? Hebben we die? Want we hebben ooit een keer de Ender Dragon verslagen. Dat hebben we ooit gedaan, dat weet ik nog. Maar waar is dat ei? Kijk, ik heb hier op mijn troon heb ik een hoofd. Die kan ik wel even slopen, weet je. Zo. Hallo, waarom kan ik jou niet slopen? Hallo. Wat is dit? Wacht even. Sloop. Kapot. Kapot. Goed zo. Maar wat hebben we met dat ei gedaan, jongens? Dat weet ik niet eens meer. Dat is al zo lang geleden. Hebben we dat ei nog? Heb ik dat in een Ender Chest zitten of zo? Ik weet het gewoon niet meer. Hebben we dat... De Ender Dragon ei. Jemige. Ik zou niet weten wat daarmee gebeurd is. Maar wat we wel gewoon kunnen doen, jongens. Heel leuk. Is dit gewoon op zijn hand leggen zo, weet je. Hier, kijk, hij staat ook een beetje schuin nu. Kijk, als we hem op zijn hand doen, is het wel cool. Ja, dat is cool, weet je. Dan heeft hij hem in zijn handen. Dan heeft hij misschien even niks onder zijn voet zitten. Maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we misschien... Weet ik niet. Even kijken. Misschien kunnen we het meer zo doen. Kijk, wacht. Zo. Dat hij gewoon cool staat zoals dit, weet je. Met één voet naar voren. Ja, dit is wel mooi. Dit vind ik eigenlijk wel heel mooi, jongens, zoals dit. Misschien dat we er nog iets meer detail in zijn arm kunnen creëren door even een elleboogje te krijgen zoals dit. Kijk. Oeh, ja, juist, jongens. Dit is een prachtig standbeeld. Hier ben ik blij mee. Klopt die met de foto? Niet helemaal. Kijk, dit is de foto. Oh, dit is de foto met shaders. En dit is die van mij zonder shaders. Dus hij ziet er sowieso mooier. Wacht, dat kan ik wel even laten zien. Kijk, nu heb ik ook shaders aanstaan, jongens. En het ziet er natuurlijk veel mooier uit. En nu heb je die schaduw erop en zo. Maar ja, sowieso ziet heel de stad er mooier uit met shaders. Alleen ja, ik heb gewoon gekozen om shaders uit te doen. Want zoals je ziet, mijn FPS gaat er nou niet echt erg op vooruit. Maar goed, laten we dit dingetje ook even aan de andere kant bouwen. We hebben hier gewoon twee leuke standbeeldjes staan. Hele leuke toevoeging, vind ik. Wat ze van steen zijn, maakt helemaal niet uit. Ik bedoel, standbeelden zijn meestal van steen, weet je. Maar goed, laten we er nog eentje bouwen in het midden. En gaan we hem spiegelen? Ja, we gaan hem spiegelen. Het zwaard moet aan dezelfde kant zitten. Vind ik. Dus dat betekent zo. Dus zijn schoentje gaat hier weer aan. Hier heeft hij geen schoentje. Zo, die zit eentje hoger volgens mij. Oh, die zit twee hoger. Zo. Dan zijn lichaampje. De mooie blokjes weer op de goede volgorde. Dan het hoofdje eraan. Is dat in ieder geval vast gedaan. Zo. Armpje komt hier. Armpje komt hier. Hier komt dat kleine armpje, dus dat houdt in. Heb ik weer sters nodig? Heb ik iets meer sters nodig? Moet even craften. Normaal doe ik dit met de stonecutter, maar het gaat nu om een paar blokken. Dus dat kunnen we net zo goed met de crafting table doen. Kijk, hij heeft nu geen armen. En hij heeft ook nog niet helemaal benen. Wacht, zo. Hoppakee, dat is beter. Hij is armloos. Dit ziet er zo stom uit. Hij heeft gewoon geen armen. Oh mijn god. Ach, kunnen we hem trouwens niet oogjes geven, jongens? Ik weet niet of dat moeilijk gaat zijn, maar... Misschien kunnen we er een oger van maken. Wacht, kijk. Ik heb een idee om er een oger van te maken. We kunnen misschien de kleine touch eraan toevoegen. Kijk, als ik nou zo doe. Even dan dat blokje hier zo. Nee, die wil ik niet op die manier. Ik wil hem precies zo. Ja, nu is het een oger. Is dat cool? Of is dat niet cool? Even kijken hoor. Nou, het voegt wel details toe. Nu heeft hij ook maar één oogje. Nu is het gewoon een oger die een draak heeft gekild. Ja, ik vind het leuk. Laten we er ogers van maken. Oké, nu de rest natuurlijk nog. Wat ik wilde doen. Oftewel, zijn armpie ging zo... Volgens mij. En dan gelijk daaraan een blokkie. En dan zo. En dan komt daar ook nog een Ender Dragon op. Zo'n hoofd. Die moeten we even hebben. Of misschien heeft hij wat anders. Misschien heeft hij wel het ei. Maar waar is het ei? Die heb ik echt 100 miljoen afleveringen geleden iets mee gedaan. En ik weet niet meer wat. Oké, maakt voor nu heel even niet uit. Laten we even het zwaardje afmaken. Zo aan deze kant. Dingetje erop. Tapijtje. Zo. Hoppakee. Zijn ze identiek hetzelfde? Ze zijn als het goed is identiek hetzelfde. Maar goed. Wat gaat erop komen? Laten we heel even... Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon die video terugkijken en kijken wat ik met ei heb gedaan. Oh mijn god, jongens, kijk. Hier was ik nog bezig met de kerk in deze video. Kijk, daar ben ik. Dit is de kerk. Dit is letterlijk de kerk die er nu staat. Oh mijn god. Oh mijn god, ik was letterlijk gewoon de kerk aan het bouwen. Wat ziet het er allemaal nog anders uit, hé? Wow, wat ziet het er gek uit zoals dit. Wat bizar, hé, dit. Wauw. Maar goed, daar kwam ik niet voor. Want ik weet dat ik in deze video hier, kijk. Toen zijn we op pad gegaan. Wat hebben we met het ei gedaan? Hier hebben we het ding gekild. Oké, lekker Robin. Robin heeft uiteindelijk... Robin heeft die achievement geclaimd. Ja, wat doen we met het ei? Oh,
We zijn al door de portal gegaan. Wie heeft het ei? Het is niet te zien. Het is niet... Ik had niet het ei. Het ei staat er denk ik ook niet meer. Had Robin het ei? Oh, wacht. Hier ben ik dood gegaan. Zeg me niet dat het ei is verloren gegaan in de void. Oké, jongens, daar komt hij. We hebben zoveel geluk, maar ook... Kijk, volgens Robin in het filmpje, jongens, hebben we teruggekeken. Bestaat het drakenei wel nog? Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Misschien dat hij in de basis van Kingdom Koud ergens verstopt ligt of zo. Wat hebben wij daar toen mee gedaan met het drakenei? Oh mijn god, jongen. Dat zit niet in mijn ender chest. Heb ik nog niet eens gekeken trouwens. Maar ik gok dat hij niet in mijn ender chest zit. Maar wat is daarmee gebeurd? Wat is daar toch mee gebeurd? Want ik heb volgens mij ook geen schatkamer waar die stiekem verstopt zit. Niet in de ender chest inderdaad. Nu weet ik het zeker. Hij is vermist, jongens. Mijn meest kostbare schat is vermist. Kan dat nou? Oké, dan moeten we maar even wat tijdelijks geven. Ik weet niet wat een leuke tijdelijke oplossing is om te geven aan dat standbeeld, jongens. Daar moeten we maar even voor kijken. Ja, wat gaan we dan in zijn hand doen? Wat is leuk? Wat heb ik? Een bloemetje? Ja, hij heeft even tijdelijk een bloemetje in zijn hand. Hier, let op, hè. Zo, je hebt een bloemetje. Ook heel mooi. Kijk, hij heeft misschien de Ender Dragon gekillt, maar jij hebt een bloemetje in je handen. Hoe leuk is dat? Van achter ziet het er behoorlijk saai uit, moet ik zeggen. Als ik het zo zie. Ah, joh. Ik vind ze leuk, jongens. Het zijn twee leuke kleine standbeeldjes. Het voegt heel veel toe aan dit gebied hier. En nu zeker als we ook nog details in de straten gaan toevoegen, dan is het al helemaal... Mwah. Chef's kiss. Gaan we terug naar het muurtje hier. Hoppakee. 1 en 2 en zo. En dan pakken we de groene erbij, want... Standbeelden hoofdstraat zijn klaar. Het waren twee kleine standbeeldjes. Ik ga wel wat nieuws toevoegen hier. Ender egg vinden. Zo, we moeten dat ender eitje vinden. Ender dragon egg. Ik weet gewoon, misschien dat jullie het weten, jongens. Ik bedoel, jullie volgen de serie misschien beter dan dat ik het zelf volg. Misschien dat jullie nog weten van de 100 afleveringen geleden dat een keer gebeurd is. Wat er met dat ei is gebeurd. Waar die heen is gegaan. Wie hem bewaart. Maar goed, voor nu maakt het allemaal niet uit, jongens. In de volgende aflevering wil ik verder gaan met de lijst. Ik denk dat het leuk is om te gaan beginnen met de... Waar staat hij? Stadsmuren upgraden. Ik denk dat het leuk is om daar een beginnetje aan te maken, zodat jullie weten wat ik bedoel. Ik denk dat ik dat ook in een leuke timelapse wil doen, dus daar kunnen we ook misschien lekker volgende keer aan beginnen. Wie weet, misschien dat ik toch wel wat anders ga doen. Ik heb nu even twee leuke kleine taakjes gedaan die heel makkelijk te doen waren. Er zijn eigenlijk nog wel een paar die ook makkelijk te doen zijn, zoals de erk achterkant... De erk, wat zeg ik nou? De arena achterkant afbouwen. Details in het water van de dam is ook best wel simpel. Het plein net buiten de poort is ook wel te doen. Dat zijn ook nog makkelijke taken. Maar voor de rest zijn het allemaal best wel grote taken die sommigen een timelapse voor nodig hebben en sommigen niet. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. We gaan wel lekker doorknallen in 2023. En, moet je zien, deze guy, Makkus, inmiddels heeft hij al 15.000 abonnees. Maar dat maakt niet uit, jongens. We gaan hem nog steeds. Nou, weet je wat? Ik gun het hem een keertje. Ik gun het hem. Ga maar naar zijn kanaal, naar Makkus. Abonneer maar op hem. Want hij probeert me in te halen, maar het lukt hem volgens mij niet helemaal. Dus weet je, abonneer maar op hem. Reageer maar in zijn reacties ook gewoon, weet je. Want het heeft ervoor gezorgd dat ik op jou ben geabonneerd. Dus abonneer maar op zijn kanaal, doe maar even. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken, te abonneren. Reageer even met goede ideeën die nog af moeten voordat seizoen 2 natuurlijk stopt. En dat we doorgaan naar seizoen 3, jongens. Het volgende seizoen. Hartstikke leuk om allemaal te lezen. Misschien voeg het wel toe aan het muurtje hier. Maar voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Conrad Veendeel. Heb je hem nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Hier zijn ook veel dingen gebeurd. Hier hebben we al het sneeuw weggehaald en zo. Hele verdrietige taak, maar het is wel gebeurd. Nu dankjewel voor het kijken. Spreek je later. Glaasje water, tot 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Yo! Yeah!